Het is een waanzinnige dartspeler. Als je die man ziet ingooien. Ik had laatst een verhaal met hem. Ik stond even te praten met hem ook bezweden. Zeg Raymond, hij zegt, hoe vaak heb je 180 achter elkaar gegooid? Ik zeg, nou, een keer of twee, hè? Want drie keer ga ik niet gooien, want dan ben ik dood natuurlijk in een 5-9. Hij zegt, nou, ik 7 keer op rij. Dus dat geeft al aan wat een scoringspower die jongen heeft. Hij heeft wat zeggen. En de darts wordt inderdaad in België al geleden. Ik ga hem over zomertoernooitjes. Het gaat om de kant. Onder de 30 gemiddeld. En dat moet dus gebeuren tegen Merv King. Merv King. King, een oude mopperkont die vanmiddag heeft laten weten dat hij autopech heeft gehad, dat hij zich niet helemaal lekker voelt, dat hij eigenlijk een waardeloos jaar achter de rug heeft, maar hij staat toch gewoon in de finale. Dit heeft hij te zeggen, Merv King.
waar ik 7 keer op rijd. De Bavaria wil Dalstrofie, toen won je met 6-2. En nu staan jullie... Van Barneveld een superjaar achter de rug heeft. Want dit toernooi nog, maar hij heeft A, B of C. Na 4-9, 4-9. En maar kans. Heel te zeuren, hè, dat hij nog... 9. Exclusieve kaarten voor de finale van de Embassy. Werk in de kaas, ik heb opletten, ik vlog. Heel wat jaar lang geweest, vandaag voor het laatst, dus luister goed en reageer. In januari is het weer zover. De Embassy, wil jij bij de finale van het darts-toernooi van het jaar zijn? Beantwoord dan de volgende vraag. Wie is deze darter? A. Raymond van Barneveld. B. Andy Fordham. Of C. Ted Henke. SMS darts met het antwoord A, B of C naar 4949. En maak kans op exclusieve kaarten voor de finale van de Embassy 2004. Vanavond rond de klok van 8 uur. Dan beuken, Sarkin speelde half.